Hey Jirenka, door al die dingen die je me hebt geleerd, heb je me aan het denken gezet. Ik ben de hele nacht en dag op zoek geweest naar informatie over muskieten. Ik heb echt superveel gevonden, maar ik heb ook aan angstaanjagende feitjes gevonden. Angstaanjagend? Mm-hmm. Lijkt erop alsof jij nu iets weet over muskieten wat ik niet weet. Dat maakt wel heel erg benieuwd. Hier komt ie. Wist je dat er jaarlijks meer dan 1 miljard mensen ziek worden als gevolg van een muskietenbeet? Hiervan gaan er 725.000 mensen zelfs dood. 750.000 mensen per jaar? Dat is wel 15 keer zoveel als dat er mensen door een slangenbeet doodgaan. En het is nog meer dan mensen andere mensen doden. Dat muskieten gevaarlijk waren, wist ik wel. Maar dat zoveel mensen per jaar doden, dat wist ik echt niet. Dit is echt wel heel veel. De ziekte waar jaarlijks de meeste mensen aan doodgaan is malaria. Malaria wordt veroorzaakt door de Plasmodium-parasiet die door de muskieten over wordt gebracht op de mens. Tegenwoordig is het gelukkig te voorkomen en te genezen. En niet alle muskieten die brengen malaria over. Het is alleen de Anopheles-muskiet. Wow, dat is best interessante informatie. Dat heb ik nog niet eerder gehoord. En het wordt nog erger. Malaria tropica is de meest voorkomende, kwaadaardigste en gevaarlijkste malaria die er is. Jaarlijks sterven tussen de 1 en 2 miljoen mensen door een infectie. Voornamelijk kinderen onder de 5 uit tropisch Afrika. Het is zelfs zo erg dat als je het niet tijdig behandelt, mensen sterven binnen enkele weken. Het komt voor in Zuidoost-Azië, tropisch Afrika en tropisch Zuid-Amerika. Nu snap ik wel dat je de hele avond zit te lezen over muskieten. Dit is wel heel veel interessante, maar ook spannende informatie. En daar stopt het niet. Malaria is niet de enige gevaarlijke ziekte voor mensen. Zo heb je dengue, gele koorts, Zika, lymfatische filariasis. Dit is dus één van de redenen waarom het belangrijk is om de broedplaats van de muskiet in kaart te brengen en te vernietigen. Want je kan dus niet zien aan de buitenkant van zo'n muskiet of het dus dragen is van een van deze gevaarlijke ziektes of niet. Klopt. Laten we gewoon meteen beginnen. Oké. Let's go.